En dit is echt ja, gewoon eigenlijk bizar. Het is eigenlijk, je durft het eigenlijk niet te hopen. Je weet dat het kan, maar ja, je moet het eerst doen. En uiteindelijk, ja, op de manier waarop we het gedaan hebben, met name vandaag, maar ook gisteren zeker. Kijk, als Dylan had gewonnen, had iedereen gezegd, ja, dan had iedereen het normaal gevonden. Maar op de manier waarop het nu met Mike is gebeurd, ja, ja, dat maakt het natuurlijk nog net iets specialer. En ook de afwerking vandaag in de ploegentijdrit, waar alles van in de start klopte. Ja, dat moet gewoon lukken in de start. En ja, we weten dat we het vermogen hebben. Maar uiteindelijk is dat weer hetzelfde. Je moet het wel eerst doen. En dat hebben we gedaan vandaag. Ja, geen mooiere discipline in het wielrennen dan een ploegentijdrit. Ja, en die dan ook nog met overmacht winnen. Ja, kijk, overmacht is natuurlijk schitterend. Maar ja, het had niet met overmacht hoeven te zijn. Maar uiteindelijk, als je wint met 20 seconden en je ziet wie je concurrenten zijn. Ja, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon kicken, om het zo te zeggen. Ook nog een extra trui erbij. Ik bedoel nu Wout in het wit. Ja, en Mike nog steeds in het groen en in het geel. Maar ja, je bent maar drager van één trui. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat we, ja, ja, dat we heel goed bezig zijn. En dat is ook weer een understatement. We zijn heel, heel goed bezig. Ja, morgen is natuurlijk een heel andere rit, een hele lastige rit. Maar ja, ook weer niet onmogelijk om te winnen, bijvoorbeeld met Wout van Aert. Nee, ik denk dat Wout en Mike morgen gewoon bij de beste moeten kunnen overleven. En dan hebben we nog natuurlijk Laurens en Bennett, George en Steven die bergop gewoon ook met de beste meegaan. Dus het is niet zo dat we morgen met knikkende knieën aan de rit beginnen. Dat zeker niet. Dus we hebben heel veel vertrouwen erin. En we gaan morgen gewoon ook met Mike proberen te sprinten. En met Wout. En als we dat kunnen, dan gaan we in elk geval die gele trui behouden. Dus dat is gewoon een dubbel doel eigenlijk. Is er nog gesproken en gevreesd dat Dylan de tijdslimiet vandaag misschien wel niet zou kunnen halen? Nee, tijdslimiet is 30%. En ze rijden 29 minuten. We rijden er iets onder de 29 minuten. Dan mag je bijna 9 minuten verliezen. Dus ja, als je dan zeg maar 15 kilometer nog moet fietsen, ja, ga je echt geen 9 minuten verliezen. Dus dat is... Die tijdslimiet is ruim, dus daar hebben we nooit bang voor geweest. Nu lekker genieten van de champagne vanavond. Zeker, maar ik geniet er nu ook al van. Alleen zonder champagne. Dankjewel.